Ik vind dat een man die heeft geweigerd om een vrouw hand te geven, ik vind het onterecht, want eigenlijk heeft in dat soort gedrag zit een beetje element van discriminatie in. Hij mag niet zeggen van, oh, omdat hij een vrouw is, ga ik haar geen hand geven. Of hij is een man, geef ik wel een hand. Ik vind het niet oké dat deze docent thuis zit, want hij kan gewoon zijn werk nog doen, ondanks zijn geloof. En in de dagelijkse situatie geeft de studenten toch niet altijd een hand, dus dat zal geen belemmering zijn. Wel moeten ze afvragen wat voor reacties hij uitwerkt. Uitkomt bij andere studenten. De docent moet zeg maar wel een band met de leerling moeten wel goed onderhouden. En op het moment dat hij dus zijn hand niet wil geven, dan is dat een soort van afstandelijkheid die gevoeld wordt. Maar aan de andere kant snap ik ook wel weer zijn standpunt met geloofsovertuiging. Voor mij mag je hier weer gebruiken.